U heeft het gehad over de korpschef die straks benoemd wordt. Is dat in gezamenlijk overleg geweest? Kijk, net zoals bij de benoeming van de andere functionarissen, hebben we het team samengesteld. En dat team gevraagd om een goed advies uit te brengen aan de hand van gesprekken, aan de hand van beoordeling. Bij Financiën, Douane en Belastingdienst is dat onder leiding van de minister van Financiën geweest. We hebben zelf de issue gehad bij bevelhebber en hoofd of directeur DNV. Daar hebben we het team samengesteld. Bij politie hebben we ook een team samengesteld met deskundigen. Ze hebben advies uitgebracht. En de wet is duidelijk. De president benoemt korpschef. Dat is duidelijk. De president kon gewoon van hier beslist hebben. Inmiddels kent u deze president. Misschien is dat mijn zwakte. Te veel democratie. Te veel overleg, te veel praten, is goed soms voor het land. Is goed soms voor het draagvlak. Dan hoor je ook wat de inzichten zijn. En we hebben hier gezeten met alle deskundigen. We hebben gesproken, we hebben naar pro's en cons gekeken. Ik heb zelf met alle drie kandidaten gesproken die voorgedragen zijn. En uiteindelijk hebben we dan beslist, meneer Isaac als de eerste man, de korpschef. Meneer Pinas als de plaatsvervangend korpschef. En als derde persoon de heer Akal. Gezamenlijk vormen ze een heel goed team. Ze kunnen elkaar goed aanvullen. En ik denk dat ze als team heel wat zullen presteren. Tot heel wat in staat zullen zijn. Als ze inderdaad als teamverband gaan werken. En nu moet het formeel goedgekeurd worden met de raadsvoorstellen. Die door de minister van Justitie en Politie opgemaakt zullen worden. Dus nogmaals, ik zoek altijd consensus. Niet iedereen hoeft er eens te zijn. Maar de argumenten tellen. En finally, aan de hand van de argumenten, neemt de president een besluit.